Ik weet dat ze van die knop. Ja? Ja. Help. Ja. Ik wil wel de knop, voetknop ingedrukt gaan houden. Ja, voet. Het dodemanspedaal. Anders denk je dat je dood bent. 80. Nee, 60. 80. Je mag niet harder dan 80. Goed gedaan. U rijdt met de juiste snelheid. Voelt u zich nog veilig, mevrouw? Nee. Waar zit het? Zijn er twee stoelen? Ga maar zitten, Lisa. Het is niet moeilijk, hè, zo'n trein besturen. Ja, moet ik hem ingedrukt houden? En dan het materiaal? Ja. Oké. Lisa, zit er een hand erin? Nee, ik vind dit leuk. Er staat nog iemand te wachten, dus dit is ook hartstikke leuk. Het beste museum ooit. Kan je volgens mij bestuurd trouwens, mama? Nee. Oh. Thuis. Oh ja, maar ik ben thuis van. Ik ben aan het filmen. Oké. Snel gaan we wel. Oh, Je moet wel stoppen op tijd ook. Is het boven voor u dan? Ja, dat is omhoog. Oké. Zet je appeltje vandaan, mama? Ja, rechts moet altijd lopen. Ja, maar het is hartstikke stil. Wat zit daar? Op kleine treintjes. Oh wauw. Dat is de ruimte waar die treintjes worden gehaald. Modeltreinen. Nee, die treintjes daar. Zo. Wow. Je weet dat spoor daar. Die heeft dus twee verschillende treinen. Daar halen ze de treinen. Oh. Ik ga van het. Rustig! Ja, je moet tot het einde, anders telt het niet. 1, 2, 1, 2, 1, kom op. 1, zo. Nee, weg, middel of zo. Rustig aan. Alleen dan gaat hij. Thank you.
Ja. 1 euro moet links en 5 cent moet rechts. Mag ik draaien? Ja, maar misschien kan je volgende keer een keer doen. Zo kreeg je maar een. Lisa, nee. Ja, draai maar. Rudolf mag het doen, dat was gewoon de afspraak. 5, 6, 7. 8. Gaat hij hoor. Op een gegeven moment gaat hij heel zwaar. 10. Je ziet hem erin gaan. Ja, en nou? Doordraaien, doordraaien. Ja, nou moet hij 10 keer. 10. Daar is hij. Waar is hij? Warm hoor. Ja, pak hem nou gewoon. Ja, kijk. Hij is een beetje gebogen. Ja, cool hè? Hier. Ja. Dat knopje? Ja. Eerst en dan dit knopje. Dan gaat hij rijden. Ja. En wat u willen doen, meneer Poen? Nee, ik wil ook gewoon lekker. Oh, dat mag je thuis ook doen, het scheelt. Hé, hey, laat ik. Ik kan het gewoon weer ophalen. De druk moet 3 bar zijn. Oeh. Dat is iets. En dan nu. Dit zijn de remmen hoor. Ga de herrie maken. Oh nee, wacht. Oh, dan moet ik eerst draaien natuurlijk. Kijk. Pomp even bij, pomp even bij. Ja. Oh, goed. Ja. Het is niet zoals een echte trein, hè. Die doet... Deze heeft automatisch. Ja, dus eerst opgepompt, vriend. Hé, hey, wissels. Weet je hoe een wissel werkt? Kijk, draai nou eens aan dat dingetje. Hé! Hey. Hé, hey. Nou, geel naar het midden. Van het Spoorwegmuseum naar Madrid. Diep. Een uurtje maar. Een paar dagen.
Verder man. Mooi, hij is nice. Heb je hard genoeg om die harde? Harde? Ja. Grappig, hè? Cool.
Zo kun je dus de hele trein keren. Nou, ik ben blij dat de auto gewoon kan keren. Echt een manier dat zo kan, maar ik denk. Dus de handbediening, maar je moet bedenken, er staat ongeveer voor 60 ton een locomotief op de draaischijf. 15 ton van de draaischijf zelf, plus 85 van mij, en dan weet je ongeveer hoeveel er in de rond gaat. Die loopt dan. Het is heel gek als je zo staat. Dat is echt heel mooi. Dit is gewoon loopsnelheid. Ha ha ha.